Ja, wie naar het debat heeft gekeken, ja, die is gewoon tureluus. Ja, naar bed gegaan. Ik bedoel, dan ben je toch helemaal de weg kwijt. Als je dat allemaal gezien hebt. Wat een vertoning was dat, zeg. Hey, en maar wouwen en maar doen. En vliegen afvangen en wijs doen. En niemand, waar is die persoonlijkheid? Hè? Met verantwoordelijkheid. Ja, die opstaat en die zegt, kom op, we gaan aan de slag voor Nederland. Niemand. Alleen maar de vorm. We moeten een vorm zoeken. Maar vrienden, welke vorm? Het is toch duidelijk dat Nederland heeft op dit moment ruzie met de democratie. Ja, die kunnen elkaar helemaal niet vinden op dit moment. Want de democratie zegt toch gewoon van wie de meeste stemmen krijgt, die gaat het gewoon doen en daar gaan we gewoon mee samenwerken. Nee, zo werkt het dus kennelijk niet. Nou, dan heb je ruzie met de democratie. Want VVD wil niet met Wilders. Nee, en die Omtzigt, die wil ook niet met Wilders. Maar Wilders is nou toevallig de grootste. Dus die moet gaan regeren, maar dat wordt hem onmogelijk gemaakt op dit moment. En dan krijg je dus allemaal uitvluchten, zoals van, ja, we moeten een vorm zoeken met een extra parlementair kabinet. En alleen maar zoeken naar uitvluchten en om maar niet te hoeven samenwerken met Wilders. En dan nog even wat, hè? Wat denk je van vertrouwen? Afgelopen maandag moesten ze allemaal komen daar, hè, bij die Plasterk. En dat was dus ongeveer, er werd gezegd, het was een ijzige bijeenkomst. Nou, vrienden, die zie het voor je. Die hebben daarvoor, is hij zomaar weggelopen, die Omtzigt. Die zijn woedend op hem natuurlijk. Ja, en die Plasterk ook woedend op hem. En dan komt hij dan toch, ineens komt hij dan langs. Oh, ja, dan heb je toch ineens een ijsvorming in zo'n kamer. Er is niks gezegd dan alleen goedemorgen. En dat moet dan allemaal gaan samenwerken. Ja, en nu zijn ze dus natuurlijk met die spelletjes bezig. VVD tikt het balletje naar Omtzigt. Omtzigt tikt het balletje weer keurig terug. En er gaat dus gewoon uiteindelijk niks gebeuren. En Omtzigt komt met allerlei onduidelijke eisen weer. Waar iedereen knettergek van wordt. Maar het komt erop neer dat ze elkaar niet vertrouwen. Want Omtzigt vertrouwt Wilders niet. Nee. Maar, en de VVD vertrouwt hem ook eigenlijk niet. Maar wat dacht je van omgekeerd? Die VVD en die Caroline, ja, en die Wilders, die vertrouwen Omtzigt totaal niet meer. En dat moet er toch allemaal met elkaar weer gaan zitten babbelen. Ja, die man, die informateur, formateur die we nu hebben, die is kansloos. Vrienden, niemand weet ook wat een extra parlementair kabinet is. Niemand kan dat invullen. Niemand weet wat het is. Wat houdt het in? Daar gingen ze een half uur over te keer in het debat. Dus vrienden, het is om gek van te worden. Het kan maar één ding betekenen, dit, vrienden. Eén ding kan het maar betekenen. Ja, jullie weten het en ik weet het. Ja, nieuwe verkiezingen.